Voor mensen met autisme kan het behalen van een rijbewijs een behoorlijke uitdaging zijn. In de Verenigde Staten haalt slechts 33% van de jongeren met autisme voor een 21-steun rijbewijs. Terwijl dit bij neurotypische jongeren op 75% ligt. En wist je dat veel mensen met autisme 30 tot 50% meer rijlessen nodig hebben... om zich helemaal klaar te voelen voor een rijexamen? In Nederland komt er zelfs nog een extra rijtest en een keuring bij kijken. Vandaag gaan we het hebben over het rijbewijs halen met autisme. Ik denk wel een hele belangrijke aflevering. Want hier hebben we best wel veel vragen over gekregen. toen jij je rijbewijs haalde. Mm -hmm. afgelopen zomer. Ja. Want? want. Je hebt je rijbewijs. Ik heb mijn rijbewijs. Voor de mensen die uh, de podcast uh, alleen maar volgen. kan me niet voorstellen. Maar op Spotify kan het natuurlijk mm -hmm. wel zo zijn. dat je geen video's van ons ziet. maar wel. dit, de, 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 ja. de podcast luistert. Guilaina heeft een rijbewijs. Gefeliciteerd nog. Dankjewel, je ja. ja. Ik ben daar erg blij mee. Het is een hele reis geweest. Ik heb de helft van de reis meegemaakt. Want. <laughs> Guilaine heeft, uh, is vorig jaar begonnen, alleen dat was niet de eerste keer dat je aan je rijbewijs ging beginnen. Inderdaad, de helft. Omdat ik uh, voorheen al eens keer eerder heb geprobeerd mijn rijbewijs te halen. Dat ze verliep een beetje anders. Ja? Maar nu heb ik rijles uh, gekregen van een hele... Uh, ja Getalenteerde rijinstructeur. Ja, mocht je de vlogs <laughs> kijken, heb je Ed wel eens gezien. Want uh, ik rij met hem ook om te kijken of ik makkelijker de snelweg op kan. Maar mm -hmm. hij is ook jouw rijinstructeur geweest. Ja, en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Heel vaak tijdens uh, rijlessen dacht ik van, uh, zo, hij is wel heel erg um, ja, op, de, op de regels? Of? Ja, op, op heel veel dingen dat ik dacht van, nou, ik kan wel eens een keer wat loslaten dat ik even wat minder kijk. Mm -hmm. Maar daardoor ja, heb ik al heel goed leren rijden. Ja. Maar goed, jouw hele rijverhaal is eigenlijk veel groter dan dat, dan het afgelopen jaar. Mm -hmm. Want jij bent ooit begonnen. Kan je het misschien best zelf uitleggen? Ik denk iets van acht jaar geleden, zeven, zes? Ja, acht, zoiets. Twee, 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 zeven, zes. Ik weet het niet zo goed meer. Maar uh, toen werkte ik voor een bedrijf en dat wilde, uh, zij wilde heel graag dat ik naar locaties zou gaan voor het maken van foto's. En um, toen wilden ze mij dat dus aanbieden. En ik had eerlijk gezegd nooit over nagedacht dat ik dat überhaupt ooit zou gaan doen. Want ja, ik dacht, dat dat voor mij weggelegd. Mm. Ga ik überhaupt ooit een auto kunnen betalen? Ga ik het ooit aandurven? Um, maar je zei wel ja erop. Maar het was wel een kans, ja. Maar zij Als het betaald, het voor betaald je. werd voor je? Ja. Waarom zou je dat niet aannemen? Ik vond het eng, maar ik dacht dat is een kans die ik niet moet laten liggen. Omdat het natuurlijk, het is echt belachelijk duur. Dus ja. ik snap het heel goed dat. dat uh, dat je daar met angst wel even over na moet denken, maar dat je daar eigenlijk geen nee op kan zeggen. Ja, wat lullig is ook nog eens met het, de angst is het vaak dat je dan, dan ga je het aan. Dat is al best wel een stap, maar dan moet je mm. ook nog geld voor hebben. Ja. Het is best wel dubbel, toch? Het is best wel makkelijk om te zeggen van, uh, dat doe ik later wel. Want dat heb ik zelf ook gedaan. <laughs> ja, ja. Ik, ik dacht ook van, ja, heb ik niet nodig. Je moet niet... natuurlijk nog uh, gewoon geld betalen om je angsten aan te gaan. Ja, dat, dus is, dat, dat is heel tegennatuurlijk, toch? Uiteindelijk, ja. maar goed. Dus jij ging, uh, jij ging rijlessen. Jij ging rijlessen in, uh, op Scheveningen, toch? Tenminste, in Den Haag. Ja, omgeving Scheveningen, Den Haag. En dat was dan bij een gespecialiseerde rijschool in autisme. Maar dat bleek toch een beetje anders te zitten. Mm. Want ze hadden één begeleider... En bij binnenkomst uh, was heel raar. Toen keek die vrouw me zo op en neer aan. Die zei: nee, nee, dat, uh, ik hoefde niet bij die speciale begeleider. Ik mocht bij een ander gaan rijden. Ja. Heel vreemd. En in, in die tijd. Uh, en wat dacht je daarvan? Nou, nee, jij hebt daar een bepaald. Ja, ik dacht van: zit jij mij te, te begluren en te bepalen of ik autistisch genoeg ben om daar uh, bij een speciale begeleider te komen? Ja. Plus, ja, ik weet niet of het waar is, <laughs> maar <laughs> volgens mij was dat haar vent. De autisme begeleiden. Ja, 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 en uh, ik kreeg een beetje het idee dat ja, misschien dat er alleen maar autistische jongens bij reden En dat ze dacht van uh, nee, ik vertrouw het niet helemaal. Dit is te leuk, ja, ik zag ook echt leuk uit. Uh, zes, uh, zeven jaar geleden, Hoezo nu niet meer? Nou, ik ben nu wel echt wel dertig uh, aan het worden, natuurlijk. <laughs> je bent al twee, 31, maar goed, je wordt 32. In, uh, in deze staat hoe ik nu ben, had ik gezegd van ho, zeven. Even normaal Hier gek. kom ik voor. Ja, ik wilde ja, precies. Maar ik had nog nooit gereilest. Ik denk, nou ja, wat kan het precies allemaal inhouden? Ik wist het niet zo goed. Ik ging er open in. Um, maar uiteindelijk was dat niet een autismebegeleider. En waar merkte dat aan? Hij zei eigenlijk vrijwel bijna niks. Nee? Nee, hij liep me echt rijden. En zei af en toe zei hij wat: uh, hoe iets moest. Nou, hij leerde me auto rijden, maar meer. Alles praktische van autorijden. En wat was het praktische dan? De um, kofferbak openen. De, de koppeling en <laughs> ah, okay. uh, schakelen. Oh ja. en dus toen deed je hoe nog? je moet kijken, maar gewoon meer van je moet binnen, niet waarom je moet kijken. Je deed oh precies. Je, eigenlijk wat die waarschijnlijk bij gewoon. Uh, hij legde uh, gewoon de auto uit ja. en een beetje het verkeer uit, maar op een hele praktische manier en hele. Uh, ja, uh, compacte manier. Dat je deed nog schakelen, hè? Ja, ik, ik wilde inderdaad, uh, uh, ik wist niet of ik dat zou gaan kunnen, maar er werd altijd in mijn omgeving gezegd: Goh, schakelen, dan kan je in elke auto kun je gaan autorijden en op een gegeven moment wordt het automatisme, uh, dan moet je gewoon erbij pakken, want uh, dan. dan ja. ja, het is alleen maar om geld te besparen, want dat is het enige. Ja, en mannen vinden het leuk natuurlijk om extra hard op te trekken. Ja, maar ik zou ook gewoon uh, natuurlijk bij dat bedrijf zou ik dan een auto van hun mogen gaan rijden en ja, ja. die hadden allemaal schakelbakken ook. Ah, dus, okay. dus het ja, was ook wel echt. Dat was, was dan nodig. ook wel nodig. En als je alleen maar automaat kan rijden, dat is, dat is natuurlijk wel beperkter voor zo'n bedrijf. Ja, dat is, uh, voor nee, nee, dat is waar. Dat is waar ja. Dus uh, ja, ik ben ja. daar gaan, uh, gaan lessen, maar eigenlijk, ja, voor mijn gevoel reed ik in die auto. Ja. Maar dat was dan ook echt... daadwerkelijk het enige wat ik deed. Oké. Okay. Ik had niet dat ik veel leerde. Hmm. Mijn angsten namen ook niet af. Ik was altijd hondsmoe... na zo'n uh, reis. Ja. Dan viel ik gewoon in slaap op de bank. Ja? Ja, omdat... Op de achterbank als je teruggereden werd. Nou, dat nog net niet inderdaad. Oh, ja, echt, ja, ja. <laughs> uh, maar ik denk dat dat... Daaraan lag omdat het allemaal heel overweldigend was en het niet minder overweldigend werd. Ja, omdat je het ook niet begreep nee. wat je aan het doen was, toch? Want hij legde nee. eigenlijk in die zin gewoon niet uit wat je deed. Nee, ik heb één situatie, ja. um, dat was op de snelweg ja. en toen moest ik uh, een afrit uh, op en het was heel druk en dan reed twee hele grote vrachtwagens daar. Ja. Toen dacht ik, ja, ik moet hoe dan ook de afrit af en toen kwam niet in mijn hoofd op dat ik, net zoals Ed zegt, joh. Als het niet lukt, je past er niet tussen, dan rij je verder, ga je de volgende eraf. Mm. Uh, dat kwam niet, dat, dat had ik niet, dat begreep ik niet, dat het ook een optie was. Ik dacht gewoon, ik moet die afrit af, dus ik moet hoe dan ook mezelf tussen krijgen. Mm. Dus ik ben tussen die twee hele grote vrachtwagens uh, ingesprongen, ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. En uh, getoeten natuurlijk, ja, fucking gevaarlijk. Ja. Onwijs gevaarlijk. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ja. Ja. En. Um, nou, ik die uh, ik af. Geen flauw idee hoe gevaarlijk dat eigenlijk was. Dat legde die ook verder niet uit. Trok je die, toen niet? Nee. Oké, okay, maar, nee, maar je wist niet ik, echt wat... Ik wist wat, niet wat ik aan het doen je was. Zag het gevaar ook niet echt. Nee, ik wist het nee. niet dat het gevaarlijk was. Ik wist niet wat ik aan het doen was. En dat was echt, dat was echt een beetje aan het einde van mijn rijles. Ik had er een stuk of veertig in totaal. Best veel. Oh, wow. Maar wel een uur. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, de meeste mensen rijden volgens mij anderhalf uur ook. Ja, kan. Ja. Maar uh, um, toen zei hij van... Ja... Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat je dat zou doen. Hij bleef ook zo relaxed. Hij zei helemaal niks. Van, uh, ja, en toen dacht ik, je had niet verwacht dat ik dat zou doen. Ik moest ertussen. <laughs> ik snapte het gewoon niet. Ik denk, <laughs> waar hebben we het over? Ik moest dit toch doen. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> ik was helemaal, uh, uh, ja, eigenlijk totaal niet klaar voor om af te rijden. En hij zei van, nou, oh, ja, ik denk dat je het wel kan. Dus toen uh, haalde je je rijbewijs waarschijnlijk niet. Nee, ik uh, gok ik zomaar. Ik had ook nog eens een VAUWO-examen aangevraagd. Tenminste, ik dacht dat het bedrijf dat voor mij ging doen. Mm. Dat hadden ze niet gedaan. Dus ik had een normaal examen. Oh, ze hadden het niet gedaan. Nee. Ook. En toen had ik ook nog eens een van de engsten van het CBR, had hij gezegd oh. na afloop. Hij zei van ja, je had wel echt een hele moeilijke. Um, dus um, en ja, eigenlijk wist ik gewoon niet wat ik aan het doen was. Dus ik was wel heel erg, juist heel erg onzeker. Mm. Heel erg veel aan het kijken, maar niet op de juiste manier. Uh, waardoor hij ook wel die reiziger er ook wel zacht van wat, ja, wat probeert er af te rijden. Ja, de rij. Oh, je bedoelt die uh, de, de, de examinator. Ja, examinator. Ja, 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 precies. Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Als je echt geen goede rijlessen uh, krijgt en het dus ook echt totaal niet begrijpt wat je aan het doen bent, dan is rijden nee. best wel lastig. Maar moet je nagaan dat ik dus bij een gespecialiseerde rijschool... waar ik gewoon een bedrijf voor heeft betaald? Ja, ja. En dan was ik misschien wel een beetje naïef en had ik veel dingen niet door in die tijd. Ja, oké, okay, maar dat is. Dat, dat, je hebt het ook nog nooit gedaan. Je hebt nog nooit in. Een, kijk. Jouw ouders hadden geen auto, toch? Tot, uh... Nee, ik ben eigenlijk opgegroeid zonder. Uh, ja, ik heb eigenlijk bijna nooit in een auto gezeten of überhaupt op de snelweg of het verkeer meegemaakt nee, dus dan, vanuit de auto. Dan kan je ook niet echt weten hoe dingen gaan, toch? Nee. Uiteindelijk en en misschien een klein beetje naïef. Dat zou kunnen. Je was ook best wel jong nog, toch? Denk ik. In het hoofdje? Uh, in het hoofdje was ik een stuk jonger, ja. <laughs> ja. Dat is niet de bedoel, jongens. dat zeg je nee. ze zelf altijd, ik zeg het maar even. Nee, maar dat is wel zo, toch? Je was ja. daarin ook wel wat jonger, ja. Dus misschien. Ja, zeker. Ik, in die tijd was ik hoe oud, 24, misschien 3, ja, 24. Drie, denk, en ja. Ja, voor mijn gevoel ging ik pas net echt een beetje leren hoe het volwassen leven. Ik ben, ben heel erg laadbloer geweest vanwege mijn angsten mijn depressie. Ja. Ik heb heel lang in de put gezeten. Ja. En uiteindelijk ben ik eruit geklommen en ging ik het, ja, moest ik alles eigenlijk een soort van wat normaal gesproken tieners leren. Um, ik kwam een soort van in de puberteit leek het ja, wel. Ja. Ik ging alles voor het eerst leren. Ik kreeg een beetje wat meer zelfvertrouwen. Maar uh, dat dat rijden, dat was eigenlijk. Dat, hoe ik het nu had aangepakt, was heel anders als ik het toen ik het. Uh, toen je het toen aanpakte. To ja. Ja. ja, want kan je, je nog herinneren wat die examinator zei tegen je toen je gezakt was of niet? Ja, dat ik er nog niet klaar voor was. Oh, gewoon echt niet klaar. Voilà. En, ja, en dat zei dat gewoon, ik ga te onzeker rijden. was en ja. uh, te twijfelend. Okay. en um, toen zei mijn er tegen me ja ik dacht dat je er wel klaar voor was. ja ik had geen flauw idee. ik had echt het idee dat ik er niet klaar voor was. maar ja. hij zei dat tegen mij. dus. oké. Okay. en toen ben je gestopt met rijlessen want het bedrijf ging je toch? dat was ja was en dat was eigenlijk tijd. gewoon voor mij echt een verademing want ik dacht hoe ga ik dit in godsnaam halen? ja 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 dat begrijp ik wel. Hebben we nog een heel belangrijk onderwerp te bespreken, denk ik, totdat we naar Ed toe gaan? Mm -hmm. um, jij moest een medische keuring doen. Ja, de medische keuring, inderdaad. Je moet natuurlijk altijd een gezondheidsverklaring invullen als je je rijbewijs uiteindelijk wil gaan halen. Mm -hmm. Dat is volgens mij ergens midden in het proces. Dus dan heb je misschien 10, 20 lessen gehad en dan zegt je rijinstructeur, nou ga het maar alvast aanvragen. Dus dan doe je die gezondheidsverklaring invullen en dan staat er ook een vakje of je een diagnose hebt. Ja. Nou ja, daar moet je eerlijk antwoord op geven. Sommige mensen denken, wat heeft dat mee te maken? Hè? Of ik autisme heb of uh, hmm. niet? Als je daar geen eerlijk antwoord op geeft en je komt ooit in een auto-ongeluk en ze komen erachter dat je een diagnose hebt en dat niet aangegeven hebt, dan kun je geflikse problemen hebben. Ja, dat is vooral als verzekeringstechnisch ja. volgens mij. Hè? Ja. ja. Maar goed. Dus dat ja. moet je invullen. Ja. Dus ik heb netjes het uh, vakje aangekruist, autisme erbij gezet. En dan krijg je een brief thuis van CPR dat je een medische keuring moet ondergaan. En dan moet bij een psycholoog. En dan moet bij een onafhankelijke psycholoog, inderdaad. Ja, ja. Onafhankelijk. Zijn er veel die dat doen? Onafhankelijk. Er <laughs> <laughs> staan er maar een paar stipjes op de kaart waar je terecht kan. Ja. <laughs> dat is dan wel zes, zeven jaar geleden. Dus ik weet niet helemaal hoe dat ja, nu misschien is. Misschien is dat nu veranderd, ja. ja. Maar... maar ik had zeer weinig keuze. En het was voor mij allemaal best wel een eindje met het OV. Mm -hmm. Ik heb een afspraak gemaakt. Loop je daar binnen... Ja, want hoe gaat dat? Dus dan kom je gewoon bij een praktijk binnen... en zit die ja. gozer op een stoel en die gaat ja, vragen. Ja, ik kom bij instellen. een praktijk binnen inderdaad. En ik, nou, ik denk dat het ongeveer een kwartier tot twintig minuten... echt heel kort, ik was verbaasd over hoe snel ik buiten stond... Hoeveel nadat ik mijn het? pinpas getrokken had. Ja, hoe kost het? <laughs> je moet wel even afrekenen natuurlijk voordat je weggaat. <laughs> oh, je is dus niet vooraf? Want toen... Nee, hij, komt gewoon, hij heeft gewoon letterlijk uh, zijn pinautomaatje daar staan. Serieus? Daar, waar die zit op zijn stoel... komt hij dan ja. met zijn pinautomaatje zo? Uh, nou, uh, ja. reken maar af. En hoeveel was het? 180 u. Voor een kwartiertje. Voor 20 minuten. 20 minuten. Ja, denk ik 20 uh, minuten. Ja, maar hij moet een rapport schrijven. Hè, ja. Hij moet bepalen of ik geschikt ben om te rijden. Ja. Uh, en dat zijn allemaal heel erg standaard vragen. Dus ik moest vertellen waarin je bij mij merkt dat ik autistisch ben. Nou, nou ja, dat. Ik dus ja, zei: je, Look at me. <laughs> Kijk naar mijn gelaat. Kijk naar me, je ziet het gewoon. Nee, toen heb ik wel gezegd: van ja, voornamelijk in het, uh, in het sociale vlak. Mm. Heb ik daar veel, uh, ja. merk ik daar veel van. Ja, dat is natuurlijk gewoon een perfect antwoord als het aankomt op. Uh, op autorijden, want. Ja, het gaat natuurlijk vooral voornamelijk of jij het over zich kan houden. Of jij uh, van een of andere paniek aanval opeens krijgt. Of je bepaalde medicatie slikt waar je uiteindelijk niet mee mag gaan rijden. Ja daar kom je dan allemaal eigenlijk achter in die antwoorden geven, het zijn best wel standaard vragen, ja. dus ik overal antwoord op, opgegeven, afgetikt. en, en toen, uh, toen was het goed. maar eigenlijk als ik erover nadenk, best wel raar toch, want dus jij moet die medische keuring doen. ik vind het al best wel vreemd ergens om te beseffen dat jij moet al meer uh, rijlessen afnemen. Want uh, statistisch gezien is dat gewoon zo. Mensen mm -hmm. met hebben meer rijlessen, dus het is ja. al sowieso duur. Moet je nog eens 180 euro aftikken, omdat zij willen dat je... Ja, plus, dat is nog niet het enige, die 180 euro. Sorry, zak ik eu of euro? Eu, eu of euro, Ik <laughs> zeg ook Gaat tegenwoordig verder. overal eu. Eutjes. Um, hij mag ook nog eens bepalen, hij of zij, ja. uh, of je een rijtest moet doen bij het CBR. Oh, en ook daarvoor nog. moet je dus ook eigenlijk nog een extra les betalen want je huurt weer dat voertuig natuurlijk van je uh, rijinstructeur. Ja, maar je moet ook een CBR betalen denk ik, die En de CBR inderdaad voor de tijd, denk ik. Nee, dat sowieso. Ja, die dus dat niet gratis, was gratis hoor. Dat dus... was ook nog extra er bovenop en ik moest inderdaad zo'n rijtest doen. Ja. Het is eigenlijk een soort van tussentijdse toets. Kun je het mee ja. vergelijken. Maar dan, ja, dan echt je... iemand die kijkt van Ja. ja. Ja, ik vind dat dus best wel intens hoor. Want zij, zij willen, ik ergens begrijp ik, maar aan de andere kant denk ik van ja, maar hoeveel mensen met autisme zijn niet gediagnosticeerd, hoeven het niet te doen? Bijvoorbeeld. Ja? Toch? Want dan, dan eigenlijk, omdat ja, je een diagnose dat, ja. hebt, dan, dan gaan ze je dus uh, daarop afrekenen. Kijk, ik was angstig. Ik mm -hmm. had nooit uh, de diagnose angststoornis, heb ik nooit gekregen. Als ik die wel had, terwijl ik wist dat ik ja. waarschijnlijk dat wel had. Uh, had ik ook dat moeten doen, maar ik heb geen officiële diagnose, dus dan hoefde ik het niet te zeggen. Nee, nee, dat is. Je mag jezelf ja, niet diagnose zeggen. Ja. Dat, um, ja, jij kan net zo goed natuurlijk autistisch zijn zonder diagnose, ja. en dan hoef je al die stappen niet te doorlopen. Maar ja, ze moeten ergens natuurlijk. Uh... Ja, maar ik vind wel als zij zo belangrijk vinden dat dat gedaan wordt, dan vind ik eigenlijk dat dat. Uh, geen 180 euro mag kosten. Nee. Zeker niet voor een kwartier. Nee. Dat slaat echt nergens op. Nee, ik vind het ook echt nergens op staan. Ja. En die rijtest, ja. En dat er maar een aantal mensen zijn die dit doen, toen destijds. Dus drie in Den Haag. Mm. Is ook sketchy, want er zijn wel echt meer psychologen die dat doen. Ik vind het ook raar. En ergens begrijp ik wel omdat je het je bijvoorbeeld niet bij je huisarts zou mogen. Omdat die je natuurlijk goed kent. En misschien ja, ik ook uh, een voorkeur zou hebben dat jij uh, dat wel of... De, of persoonlijk denk dat jij dat wel kan, ja. terwijl het misschien niet zo is. Ja. Maar ik vind het wel allemaal veel werk mm. en uh, veel ja, extra ja. eigenlijk, extra kosten. Ja. Terwijl je eigenlijk uh, als autistische persoon vaak ook meer rijlessen nodig hebt... om het helemaal, ja, je helemaal zelf zeker te voelen voordat je je rijbewijs, uh, je examen ingaat. Dus het kost al zo. Zo ontiegelijk veel. Ja, wat wel interessant is. Want ik had dus te lezen dat mensen met autisme over het algemeen wel de meest veilige rijders zijn. Omdat ze vaak langer rijles hebben gehad mm. en uh, best wel voorzichtig zijn. Ja. En voorzichtige mensen, blijkbaar. Want ik dacht altijd dat, dat, dat je dan wat slechter in rijden bent. Maar juist uh, uh, ben je dan wat beter in rijden. Omdat je dus wat meer nadenkt voordat je dingen doet. Ook. Ja, plus inderdaad dat. En ik heb ook het gevoel dat ik het heel erg goed wil kunnen en begrijpen ja, voordat je het ging doen. Ja, omdat ja. ik dan echt vertrouwen in mezelf heb. En als ik de eerste keer dat ik mijn rijbewijs probeerde te halen, dacht ik echt van ik ga een gevaar op de weg zijn als ik dit nu haal. Nou, je hebt die medische keuring had je toen gehaald en al dat soort dingen. Je hebt hmm. rijbewijs toen niet gehaald, maar jaren later. Was er een punt dat je dacht ik ga toch mijn rijbewijs halen? Welk ja, punt was dat? Ja, dat was eigenlijk het punt uh, van uh, schetsen situatie, het Prachtige prachtige ov gebied in Nederland. We waren in Antwerpen. <laughs> ik vind OV-reizen extreem overprikkend. Yeah. Voor mij is dat echt, nou ja, de hel van earth. Ja. Yeah. Al die mensen, al die eetgeluiden, die geuren, die drukte, de herrie. Uh, de, de het wachten, het overstappen. Yeah. En dan ben ik echt al Kapot moe als ik ergens aankom. En we probeerden dat een beetje in te dammen door ja. in eerste klas te gaan door reizen. eerste klas te gaan reizen. Ja, en het was in de zomer vorig jaar, uh, uh, eind van de zomer. En we gingen terug naar Nederland en er was, waren dus vluchten uitgevallen op Brussel volgens mij. Waardoor heel veel mensen dus met de trein terug gingen naar Nederland. Mm. Om naar Schiphol te gaan om daar te kunnen gaan vliegen. Nou, dus de eerste klas zat volledig vol. En we zaten alsnog uh, in dat tussencoupé met allemaal stinkende mensen. Met uh, wc-geuren. Ik, ik had zelfs daar last van. We zaten dus gewoon was, naast het, het toilet Ja, het was warm. En Guilaine dacht, dit wil ik niet meer. Nee, nee. Ik vond het echt, echt verschrikkelijk. Het was niet de eerste keer, hè? Nee. Weet je hoe vaak wij zoveel geld hebben neergeteld voor een treinticket? En alsnog naast het toilet zaten. Ja. Helemaal volgepopt. Nou, niet eens zaten. We stonden vaak. Nou, we zaten wel vaak hoor. Ja? Ik heb weinig gestaan. Ik heb één keer gestaan toen we naar Utrecht gingen. Oh, oké. Okay. Maar voor jouw gevoel, jou gevoel is het dus wel... Kan ik kan me nog al die toeristen herinneren... die ja. allemaal natuurlijk zo'n lange vlucht hadden gehad. stonken allemaal naar zweet. Ja. Allemaal heel luid aan het praten. Ja. Nou, dat is echt toen ging de terror. Trein, toen ging de trein ook nog stilstaan ergens. Want uh, er was iemand die had... Uh, uh, volgens mij een zak gerold, of weet ik veel ja. wat. Dus, het, was, het was een hel, dus Guilaine dacht, ik ga naar een rijschool uh, in de buurt op zoek, ja. uh, die uh, specialisatie autisme heeft. En toen uh -huh. ben je bij rijschool GoPro van Eddy gekomen. Ja, nee, verkeersschool GoPro staat Verschil er op Google. Oh, verkeersschool. Ja, ik heb een keer geprobeerd te zoeken, maar het is lastiger vinden. Het moet echt hmm. verkeersschool... Uh, ik zal hem sowieso even linken trouwens in de beschrijving, en dit is niet betaald of iets, maar we, yeah. voor mensen die in de buurt Zoetermeer, Den Haag wonen, zouden we Eddie aanraden. Volgens mij heb ik... Of daar, of niet te lang daarna, heb ik een mail gestuurd. Ja, klopt. Nou, ja. Uh, toen ben ik gelijk maar gaan meedoen. Toen heb ik mijn verhaal op uh, papier gezet. Ik denk, ik ga deze keer wel voor automaat. Hoewel alle voornamelijk mannen in mijn omgeving zeggen dat ik gewoon moet gaan schakelen. Niet alleen in je omgeving, ook op Instagram. Want je had Zo, ook op Instagram. ja, ik getraagd. had even op internet van, uh, ja, hoe zit dat precies met automaat schakelen? Ik denk dat ik voor automaat ga. Nou, ik denk dat ik 10 DM's van mannen kreeg. Nee, gewoon schakelen, gewoon schakelen. <laughs> op een gegeven moment ga je dat gewoon leren. Dan kan je in alles rijden wat je wil. En uh... ja, nou, ik hoef echt geen schakelauto meer. Ik heb ook wel heel veel schakelrijbewijs. Ik, uh, <laughs> ik vind uh, automaten heerlijk. Ja. Overigens, op dat moment had ik dus al besloten dat ik een auto zou nemen. Dus ja. toen dachten we van, weet je... Er is een mogelijkheid en ik had, uh, ik had wat kunnen sparen. Dus ik dacht, waarom niet? Uh, ik weet een beetje nu wat het inhoudt... en ik weet nu veel beter ook wat ik precies zoek in een rijinstructeur. Ja. Nou ja, dus... Uh, um, je begon met rijden? Ik begon met rijden. Ja. En uh, ik kwam erachter dat ik een hele grote tank moest gaan rijden. Mm -hmm, ja, dat zo'n <laughs> grote Audi, hè? Zo'n hele zo, grote tank. Hij kwam aan... Ja. En ik dacht, ga ik hier rijden? Echt <laughs> een onwijs klein, luxe car? Zo'n klein wormpje in <laughs> zo'n grote auto. <laughs> zo'n luxe auto was, is dat. Echt ja. niet normaal. Dus uh, nou ja, het, het, ik had er eigenlijk best wel gelijk een goed gevoel bij. Ja. Omdat hij heel rustig ging gelijk uitleggen. En uh, ja, hij heeft gewoon geen haast. Dat merk je gewoon in zijn, uh, zijn uitleggen. Uh, voor hem kan je niet vaak genoeg hetzelfde vragen. Ja, dat niet alleen. Hij heeft ook nog eens uh, geen haast in de zin van... dat we, Kijk, hij moet wel op tijd bij volgende nee, zijn volgende klant zijn. Maar je hebt nooit door dat hij dat heeft. Of zo. Nee. Hij is heel relaxed daarin. Mm. Uh, maar waarschijnlijk omdat hij zoveel ervaring ook heeft. Want hij heeft al, volgens mij... 35 jaar ja, volgens is, mij. Echt ja, echt heel lang ervaring. Ja. Ja, en hij is gewoon de rustheid zelf in dat opzicht. Ja, en hij begrijpt het ook allemaal heel goed uh, qua angsten... En, en heeft allemaal technieken waarbij je dat ook een beetje naar beneden kan brengen, die angst. Dus uh, ja, ik denk een uh, lot uit het loterij wat betreft de rijinstructeur. Hè? Ja, hoe ging je eerste periode? Want dat hebben we wel eens in de podcast besproken. Hoe ja. ging dat voor je? Nou, kijk, de eerste periode leer je nog van alles... en dan, dan neem je jezelf ook niet zo veel kwalijk. Op een gegeven moment komt er een moment in het rijlessen dat je denkt van... dit is niks voor mij. Ja. Dit gaat hem echt niet worden. Dit punt heeft iedereen. Ja, dat je denkt: oké, okay, iedereen kan rijden, behalve ik. Ja. Er is echt wat mis met mij. Ik zie het gewoon niet. Ik snap het niet. Het overweldigt me. Nee, ik denk dat ik gewoon de, de, waarschijnlijk een van de weinigen ben in de wereld waarbij het niet weggelegd is om uiteindelijk te gaan autorijden. Ja, dat had je ook gezegd tegen hem, want je wilde eigenlijk uiteindelijk eigen gaan stoppen. Ik zei tegen jou: schat, ik ga het één keer doen. Als het niet lukt, kap ik er gewoon mee. En toen zei ik tegen je, ja, maar ja, dat is zonde. Waarom zou je het dan, dan... Als je nu al wil stoppen, dan kan je beter stoppen. Ik was helemaal... Ik zat helemaal in de put. Ik denk, dit gaat hem gewoon niet worden. En ik snap het niet. Ik zie het niet. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik zie geen vooruitgang. Dat punt is ergens rond de uh, vaak twintig lessen. Ja, zoiets, ja. Ja, heel vaak. Uh, en ik ben blij dat ik doorgezet heb. Want uiteindelijk, nou ja, misschien tien lessen verder, begon ik weer... Uh, op te krabbelen. Ja, toen begon ik eigenlijk... meer vertrouwen weer in mezelf te krijgen. Het ging er de lessen ook gewoon helemaal goed. Dat hij totaal niet hoefde in te grijpen. Of, of, nou ja, wat ook heel erg geholpen heeft... Um, is zien dat andere mensen na jou... een stuk slechter rijden. Oh ja, ja? Ja, hij zei ook tegen jou, Eddy... ga maar eens een keer met mij me meeraaien. Dacht je, ja. Ja, want dan kun je zien... Hoe, hoeveel dingen jij veel beter kan dan. Nou ja, dat weet ik. Kijk, erg. Ergens is dat lief dat hij dit zei, maar dat weet ik. Ja, maar het helpt echt. Oh, okay. Dan krijg je echt vertrouwen in jezelf. Want ik had op een gegeven moment iemand voor me... Nou, die reëel echt verschrikkelijk en die had al veel meer lessen gehad dan ik. Ja. En toen zei hij van... nou, uh, wie rijdt er beter? <laughs> en, uh, nou, terwijl die groter ja. weg, weg... Ja, hij was al weg. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> en toen zei ik van... ja, 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 ik wel, ja. ja. En dat geeft toch ook een beetje vertrouwen. Dus je denkt van, well, ik zie je wel, ik kan het eigenlijk gewoon best wel goed. Ja, ja. Maar uh, misschien moet het altijd... In je hoofd moet het altijd perfect gaan, want je anders denkt dat het onveilig gaat. Want wat deed Ed anders dan je andere rijinstructeur? Waar heb je heel veel baat bij gehad bij hem? Want ja, je ik vertelde denk dat net het inderdaad dat je dat hij veel uitlegde. Ja, voor autistische ja. mensen is het heel belangrijk en misschien ook wel voor niet-autistische mensen, maar ik denk uh, dat dit wel een heel groot aspect is waar ik heel veel baat bij heb gehad. Uh, dat hij uitlegt waarom dingen moeten. Okay. Dus, en dat doet hij ook heel vaak. Ja. En hij legt ook uit waarom je bijvoorbeeld verder moet kijken. Uh, hij legt uit uh, waarom bepaalde dingen gevaarlijk zijn. Uh, waarom op het op een bepaalde manier moet. En daardoor ga je het gewoon begrijpen. Want als hij zegt, ja, je moet uh, zus en zo. Dan denk ik, oké, okay, ik moet zus en zo. En dan ga ik dat wel doen. Maar als je niet echt weet waarom, dan wordt het ook nooit automatisme. Of dan ga je er nooit heel erg waarde aan hechten. Waarom? Dan denk je van, ja, je zegt wel dat het moet. Maar ja, hoe belangrijk is dat nou? Ja. Dus dat heeft echt heel erg geholpen en uh, waardoor ik het ook echt verkeerd ben gaan begrijpen en waarom je heel erg moet opletten. Begrijp je het nu ook? Nu nu je ook rijdt? Ja, ja? Ik rijd heel vaak uh, en als er dan wat gebeurt, dan ben ik zo dankbaar dat ik zo goed heb leren rijden. Hm. Van mijn gevoel, het moment dat ik de auto instapte en zelf ging rijden, ging het redelijk allemaal vanzelf en had ik al Jij zei ook al tegen mij van, nou, ik voel me eigenlijk wel op mijn gemak. En ja. ik zie wel, je rijdt eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja. En dat ook bij meerdere mensen dan... Um, nou, dat heb ik eigenlijk alleen maar... Nee, nee, nee. Je je mijn zus bij mijn auto. Uh, ja, ja. ja, die voelde zich ook gelijk op haar gemak. Dat ik ja, eigenlijk hartstikke dankbaar ben Voordat ik best wel... Voor mijn gevoel was het niet makkelijk. Dat heb ik heel vaak gedacht. Ik wil stoppen. Ik wil het niet meer. Ja, ja. En... Er wordt, op alles werd er gezegd dat ik het niet goed deed voor mijn gevoel. Dat mm. gevoel kreeg ik mm. heel erg. Maar het heeft me wel heel goed leren autorijden. rijden. Ja. ja, dus eigenlijk. Want uiteindelijk heb je nu bijna 100 lessen denk ik, gehad. In totaal dan. Zo, hou even op. Ja, denk ik het wel dan. Ik zeg het even niet. Maar ja, hij zegt en nee, 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 zegt... zes jaar terug of zeven jaar ja, terug dat, dat telt hij. Nee, dat niet telt meer. eigenlijk niet meer. Maar in, in totaal heb je dat natuurlijk wel gehad. Ja, je zijn. ja, ik heb. Volgens mij wel weer 40 lessen gehad. Ik heb er denk ik ook 60 gehad hoor. Ja. ja ik ben ook wel echt uh, met. Uh, ja, ik denk wel 60. Ja. Maar ook in ja. over een paar jaar verspreid. Want ik ben ook een tijd gestopt geweest omdat het me toen niet lukte. Mm -hmm. Vooral. Ja. Maar. Um, en de, dan is er nog natuurlijk één onderwerp uh, waar misschien ook wel wat mensen last van hebben. Ik merkte wel dat toen jij de theorie leerde, dat jij het ook beter begon, ja. begon te begrijpen. Dus ja. ik denk dat dat wel, als we het even over het tip zouden kunnen hebben, ja, begin dat dat belangrijk mee. is om, om, om dat voor iedereen al te doen. Maar ik denk dat mensen met autisme misschien daar nog meer baat bij hebben, omdat je dan beter begrijpt ja. wat er gebeurt. Ja, en als je moeite hebt met dat die vraagstelling heel anders is op het examen dan hoe je het leert, dan uh, zou ik een cursus aanraden. Ja. Ik heb Theorie Toppers gekozen. Ja. Not sponsored, not huh? sponsored, but this was, was uh, goof. Want uh, het grootste onderdeel is eigenlijk dat uh, doorrijden, stoppen, ja. uh, afremmen ja. gebeuren en uh, daarin, ja, die theorie toppers die daar is het eigenlijk moeilijker dan op het examen. Ja, eigenlijk doet hij het moeilijker inderdaad. Ja. Dat is wel echt waar, ja. maar je leert wel een beetje hoe en wat en hoe je moet kijken, en, en dat, dat vond ik eigenlijk echt uh, fantastisch uh, dus. Ja, ik heb het eigenlijk het examen ervaren als een stuk makkelijker dan Theorie Toppers. Ja. Wat eigenlijk gewoon hartstikke goed is natuurlijk. Weet je, die theorie had je al in één keer ook gehaald, hè? Ja, of, ja en de hè? vorige keer ook. Toen ja. heb ik het gewoon uit het boek geleerd. Maar ja, op een of andere manier lukte dat wel gewoon gelijk. En ik denk dat dat ook wel ermee te maken heeft dat... Ja, je moet even wennen dat die vraagstelling anders is. Ja. Dus de tweede keer wist ik dat. Ja ze dus hebben me ook nog meer voor kunnen bereiden, maar alleen maar stamp is niet genoeg. Eigenlijk moet je echt die proefexamen's doen. Ja, dus die zijn heel opnieuw. belangrijk. Opnieuw en opnieuw en opnieuw opnieuw die proefexamen's. En dan kan je vertellen, voor mij was het even een tijdje geleden, maar voor mij was het ook wel echt weer fijn om het een keer op te frissen. Dus ik denk over een paar jaar dat we het gewoon samen nog een keertje even moeten doen. Ja, dus Even een keertje het boek of weet ik veel wat of even op op YouTube weer de video's kijken, want het is gewoon handig om te weten wat je moet doen bij sommige situaties. Mm. Want dat vergeet je gewoon op een gegeven moment. Ja. Want in de praktijk doe je dat vaak. Niet. Kijk, en als je, als je uiteindelijk in het echt bijvoorbeeld. Uh, remt in plaats van afremt, dan wordt er niet een grote, komt er niet een grote fout in beeld of zo. Nou, ja. Dus het ligt gaan als je het veilig doet, er is niemand achter je, kan je gewoon remmen. Ja. Maar uh, remmen, hoe die remmen. dat ook zei in die cursus, die grozer, die had ja. heel specifiek, had die hoe die remmen. dingen... Remmen. Remmen, en uh, met die vingers, dat deden ja. wij allemaal ja. mee. Ja, Hilarisch. Ja. Uiteindelijk was het ook wel best wel geinig, toch? We dat helemaal te ja, Toen een weekend hebben we alleen maar die dingen zitten kijken, ja. weet je nog? Eerst had ik een beetje hopeloos ervan dat ik het niet begreep. Maar uiteindelijk uh, ga je dat echt begrijpen. Het, hoe, hoe je moet kijken. En uh, ja, ik heb het theorie niet zo lastig ervaren. Dan heb je het idee, want je hebt je uiteindelijk je rijbewijs gehaald? Dat, was, uh, dat ging eigenlijk redelijk goed, mm -hmm. toch? Heb je het idee dat je iets zelfverzekerder bent geraakt. over het algemeen in je leven. Doordat je, je. Ja, rijbewijs sowieso. Ja. Ik vind het halen van de rijbewijs. vind ik. was in mijn hoofd altijd een stap. Uh, een volwassen stap die ik eigenlijk nooit durfde te dromen te kunnen maken. Uh, uh, met geld, over geld gesproken. Ja, maar gezien. ook ja. angst. En uh, dat ik mezelf eigenlijk altijd kleiner zie en jonger zie dan ik ben. Uh, dus niet in de zin van mijn uiterlijk, maar. Het <laughs> gaat weer over het <laughs> uiterlijk. Nee, maar jij, jij hebt dat het het idee dat je in je hersenen. Dat je je, ik zet, heb het dat idee dat, dat jonger ik. Bent. Door dat uh, ik opgegroeid ben met autisme en dat zo lang niet geweten heb dat ik heel lang achtergelopen heb op mijn leeftijdsgenoten. Ja. Dat, en dat ik daardoor ook de volwassen stappen veel later doe. En dan ben ik natuurlijk 31 en haal ik voor het eerst mijn rijbewijs. Maar het voelt wel voor mij als een stap die me dan volwassener heeft gemaakt. En zelfverzekerder. Dat heeft echt geholpen. En dan maakt het niet uit of je 31 bent of 41 of 51. En Met je volgens, mij, volgens mij heeft, nog, heeft ja. zelfs mijn oma nog inderdaad de ja, rijbewijs ongeluk. gehaald op de veer, na de 40ste. Ja, ja. En uh, dat soort dingen, het maakt echt niet uit hoe oud je bent. Je moet niet denken, omdat ik nu 30 ben, uh, mag ik het niet meer doen. Want ik had het moeten doen toen ik 19 was. Ja, dat is onzin. Nee. Iedereen is daar anders in. Dus ja. denk ik denk ook gewoon belangrijk om, als je iets graag wil, het gewoon doen toch? Mm. Want jij wilde het wel graag. Want je, wilde, ja. je had zoiets van: ja, weet je, ik heb de kans, we hebben de kans dat ik dadelijk ook een auto heb. Mm. Je, je, je hebt, jij kon het ook betalen, want je had er al lang voor gespaard ook. Yeah. Ja, dan is het eigenlijk gewoon doen. Ja, het is een beetje lastig omdat het ook iets is met angsten aangaan en zo. Ja, ja maar... je moet verschrikkelijk veel geld neer om een angst aan te gaan. Ja, want hoe heeft het, hoeveel heeft het uiteindelijk gekost? Volgens mij de tweede keer dan hè? Volgens mij 3500 euro. Ja. In scène. Ja, dat is veel. Ja. ja. Maar dat is wel met examen, alles erbij. En je hebt wel voor de rest van je leven. Want de tweede keer hoeft je trouwens geen medische keuringen. Heel raar. Ik was erop voorbereid. Dat ik had ook al tegen mijn gezegd, nou, het zal wel komen. Ik had al gezegd tegen je, ik betaal je medische keuring. Dan. Ja, dat hoeft er niet. Nee. nee, ik hoefde ook geen rijtesten te doen. Ik heb dan wel, voor mijn tussentijdse toets, heb ik wel gedaan. Ja, wat kan je ervan zeggen? Eigenlijk ging het uh, allemaal. Uh, ik ik ervaar het als lastiger, omdat er veel meer uitgelegd werd, veel meer gecorrigeerd werd dan de eerste keer. Mm. Maar ik heb hem nu wel. En, en ik rij eens. wel met zelfzekerheid, dus. Ja, heb je nog tips voor mensen die nu zitten te kijken en denken: van, joh. Uh, heb je tips? Uh, hoe, hoe moet ik het aanpakken? Uh, ja, ga echt op zoek naar die rijschool uh, met iemand die ervaring heeft en stop ook niet uh, met zoeken als je denkt, nee, dat is het niet helemaal. Nee, doe, doe een uh, intake les en als ja. je denkt van dit wordt hem toch niet, ik voel het niet helemaal, ga niet bij de eerste de beste gewoon. Uh, Laat je niet gelijk in allemaal lessen lullen. Zeg gewoon, oké, okay, ik ga erover nadenken en ik kom erop terug. ja. ja. Nee, want uh, heel vaak, als je kijkt, als je gelijk een goed gevoel hebt, dat had ik wel. Ik had het wel gelijk gedaan, want mm. ik had een goed gevoel. Mm. Dat heb ik bij heel veel dingen. Als ik denk, nou, ik voel me hier goed over, dan doe ik het gewoon. Want als ik het dan over na ga denken, ga ik angst misschien ook tegenhouden... Uh, bij het nemen van zo'n stap. Maar ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Iemand waar je je bij je op gemak voelt. En ik weet dat je niet gelijk de eerste keer denkt van... oh, dit gaat mijn beste vriend worden. Nee, dat had je ook niet. Nee, en je voelt je altijd wel een beetje... ja, het is helemaal wennen en zo. Het is gewoon ongemakkelijk ja. Kind, toch, ja. Maar als je denkt, deze man of vrouw gaat mij wel echt goed leren rijden... dan, ja. dan zou ik er gewoon voor gaan... Uh, en je kan altijd nog tussentijds uh, stoppen als het echt niet lukt of het echt niet lukt. Dan kan je als, alsnog overstappen. Klopt. Dus dat is een hele belangrijke stap. Uh, als je het aangaat, begin gelijk met het leren van je theorie. Ja. ja, dat is echt oprecht. Dat is ook de tip die ik zou geven. Inderdaad. Ja, dat, is, dat, dat scheelt zo erg. Dan begrijp je al zoveel meer ervan. En ik weet dat de rijinstructeurs altijd zeggen van... ja, je moet echt je theorie... ga nou gewoon je theorie... Het is ook echt zo. Je, mm -hmm. je begrijpt het veel beter. Ja. Het is gewoon zo. Ja. Ja. En dat geeft je ook gelijk de eerste confidence boost als je die haalt. Precies. En uh, dan denk je van yes, één in de pakken, deel één afgesloten. Maar als je niet haalt, niet bij pakken neerzitten, want dat is ook, heel veel mensen halen het niet. In het gaat ook echt om, bij één onderdeel mag je maar twee of drie fouten maken. Ja. Ik had er heel vaak uh, drie fouten, maar ik had er heel vaak twee. Ja. Nou, dat is dan net op de valreep eigenlijk. Mm. Maar waarom? Ja, dat is alsnog een overwinning uiteindelijk. Zeker. Maar als je nou echt net een extra foutje maakt, uh, sla jezelf absoluut niet voor uh, voor je kop. Het, dat gebeurt bij zoveel mensen. Het is voor niet voor niets zo ik moeilijk. Ik heb hem in gemaakt, uh, twee keer gehaald, dus. Mm -hmm. Ja. Maar staan wel in één keer. Ja, geweldig. Hè? Ja, ik dacht ook niet dat ik hem gehaald had, maar ik had hem gehaald. Ja. En nog een tip? Een um, tip. Ja, ik denk vragen, vragen, vragen. Ja. Maak hem gek met al. Ja, Dus eigenlijk haar gewoon veel herhaling ook. Hè, denk. Want ik denk dat jij ook wel heel erg gebaat was en ik er trouwens ook mm -hmm. bij mijn reissturm. Uh, kijk, op een gegeven moment was het gewoon irritant, wist ik het allemaal wel. Maar mijn reisstateur die toen destijds mm -hmm. had, die legde ook heel veel heel ja. rustig uit, was ook een hele rustige man. Ik denk dat iemand met rust wel heel fijn is, maar niet te veel rust. Want je eerste. Had, die was had, heel, die heel rustig. Die was heel tranquilo, zei ja. je. Ja. ja, die had echt uh, het idee, ik ben een keer. Echt bijna tegen een tram aangereden, ja. Toen zei die: van, uh, Oh ja, 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 dat is verschrikkelijk, <laughs> maar een verneinig iemand of zo voor iemand die een beetje gehaast is, dan moet je echt niet hebben. Die bestaan ook, hè? Reisdeuren die best wel, ja, ik Va heb echt DM's gekregen van mensen die zeiden: Die wordt kwaad op me, ja, gaat tegen me schreeuwen, ja. en uh, ik voel me ongemakkelijk. Ja, ja, dan dat is, is, zou ik stoppen. Zou ik overgaan naar een andere rijschool? Echt. Eddie zei ook, waarom zou je dat in godsnaam zo gaan schreeuwen... tegen iemand die het nog aan het leren Precies, is? Precies, ja. ja is Daar gaat iemand ook echt niet beter van rijden. Um, uh, wat wil ik zeggen? Ja, vraag, vraag, vraag. En maak gebruik van het feit dat hij waarschijnlijk tien mensen op een dag ziet. Hij weet echt niet dat hij het al een keer aan jou heeft uitgelegd. Nee. nee. He? Heb, heb ik dat al een keer uitgelegd? Zeg maar gewoon nee. nee. Krijg je het nog extra goed uitgelegd? Precies. <laughs> En mocht nee. je nou uh, ervaringen hebben, dingen willen delen over rijlessen uh, of heb je tips, laat ze vooral weten in de reacties. Ja. Altijd fijn, natuurlijk. Snackje van week? Ja. Yeah. Nou, de snack van de week is voor mij um, de kruidnoten cinnamon Thrill van de Albertijn. Vond je die echt zo lekker? Die vond ik echt lekker. Ik heb ze niet uh, kunnen proberen. Ze hadden zoveel kaneel erop zitten. Ja. Ja, oh. het was echt, mijn, mijn handen zaten gewoon onder het kaneel. Dan, dan weet, je weet je dat het goed he? is. Ja, dan ja. weet je dat het goed is. Ik vond die oprecht echt lekker. Morgen in de nieuwe vet benieuwd, uh, dan geef ik hem ook een cijfer. En ik heb nog een snackje van de week. Die zit ook in die vet benieuwd. De wasabi chips. Ik heb ze eindelijk geprobeerd. Die zak die we echt voor de zomer ergens haalden, oh. die was lekker. Oh, die was zo lekker. Van welk merk dan? Zo. X Komt nu in beeld. Oh, dat is van uh, bij de highflue. Bij de high -flu, dit. Zo, die was lekker, jongen. Ja. Dat is echt niet normaal. Uh, mijn dus... snack van de week zijn keelpastilles. Ja, want, want jongens, kinder. keelpijn weer is weer aangekomen. Ja, het is weer uh, tijd, hè? Als jij een beetje keelpijn voelt, ga gelijk aan de tragitol. Of aan de... Je dat nooit. Nee? Nou, als ik keelpijn heb, dan doe ik het... Nee, ik zit het gewoon uit. Maar waak er wel voor. Je gaat er wel van aan de scheid. Dus doe het niet te veel. Tip van Flip. <laughs> nou, ik hoop dat jullie het een interessante aflevering vonden. Ik vond het wel een interessante aflevering. Ja, ik heb het idee dat ik uh, Fulllight heb kunnen lullen. Nou ja, dit is, ik denk dat oprecht dat mensen hier wat aan hebben. Ja. Oh, en we hadden het vorige week over uh, het theater gebeuren. Mm -hmm. We hebben een plannetje. Ik ga er nog niks over zeggen, maar de, er is een plan. Ja, er is een heel leuk plan. Waarom ga je er niks over zeggen dan? Misschien kun je het volgende volgende gewoon een keer? beetje geheim houden. Klein beetje geheim. Oh. Voor de volgende keer. Oké, okay, nou. Okay. Tot volgende week. Tot volgende week.